Welkom bij part 2 van opruimen met mijn opruimcoach. En het is inderdaad part 2, dus ik zou je aanraden om part 1 eventjes te kijken. Dan zie je namelijk de situatie, de methode die we hanteren. En dan zie je natuurlijk ook de eerste introductie van Saskia. En Saskia is dus onze opruimcoach. En vandaag gaan we namelijk verder met het lijstje. En kijk, er zijn heel veel afgestreept. En anders mis je die updates. En die zijn heel satisfying. Dus ik zou, als ik jou was, part 1 eventjes kijken. Maar voor nu wacht ik even tot ze er is. En dan gaan we aan de slag. Kom zitten. Ja, nu ga ik jou interviewen. Oh jee. Want ik heb vragen gekregen. Ja, want vorige keer heb jij mij geïnterviewd. Dat is waar. Die heb je nog te goed. Ja, allereerst. Want dat hebben wij helemaal niet benoemd in de video. Maar je hebt natuurlijk wel dit lijstje gezien. Maar die kan je nu dus ook downloaden. En heel veel van jullie hebben het wel al gezien. Want het is al gedownload op jouw website. Want het staat op Saskia's website. Maar ga even kijken. Link in de beschrijving. Link in bio. Dat stond het namelijk bij de vorige ook. Maar we hebben het helemaal niet echt zo gezegd. Alleen wel dat je ingehuurd kan worden of zo. Maar ja. En er komen ook nog masterclasses aan. Maar dat zal even aan richting het einde van de video met tekst even in beeld zijn. Dus pak dan je agenda er even bij. Maar heel even over het opruimen. De vragen die ik namelijk heb gekregen is eigenlijk degene die mij het meeste... dat ik dacht, oh ja, dat hebben we niet laten zien. En jij zei precies hetzelfde. Wat gebeurt er eigenlijk met de troep? Ja. Ja, want dat is een hele logische vraag. Maar ja. Ik had het helemaal niet gefilmd eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Voor sommige mensen is spullen na het opruimen het huis uit krijgen zelfs het grootste probleem. Dus lukt het wel om te bepalen wat ze wel en niet willen houden. Maar de deur uit krijgen, dat lukt niet. Dus dan krijg je van die kamers waar gewoon alle spullen liggen die de deur nog uit moeten. Ja. Nou, vorige keer toen ik bij ME was, zijn ME en Zico gelijk daarna met een hele auto vol naar de stort gereden. Ja. Met al die elektronische apparaten die niet meer goed waren en nog wat andere spullen. Dus dat, ja, dat stond. En naar de kringloop. Zijn we en naar de kringloop, ja. Oh ja, ook nog. En hoe het normaal gesproken gaat, is dat als ik bij iemand kom opruimen, neem ik spullen in de auto mee die nog goed zijn. En dan ga ik ze sorteren om te kijken of het naar een goed doel kan. Of naar de kringloopwinkel of misschien nog verkocht kan worden. En dan zorgen we dat het afval goed bij elkaar ligt. Zodat je dat het gewoon goed zelf kan doen eigenlijk. Dus dat deel is er wel, maar ja, het stond niet op beeld. Nee, precies. Dus het is echt super sick dat eigenlijk ook bij de services hoort als je Saskia inhuurt. Dat ze die spullen van je afnemen. Kijk, vuil, ja, dat gooien we elke dag natuurlijk weg. En dat doe je weg. Of dat, sommige mensen hebben een kliko, hebben een, hoe noem je dat? Ondergrondse. Ondergrondse. En alle andere dingen kan Saskia dus voor je meenemen als je er zou inhuren. Ja, want de bedoeling is wel dat als ik dan wegga, dat je ook gewoon gelijk resultaat hebt. Dat is ja. Natuurlijk wel heel fijn dat je dan niet nog echt letterlijk in de zooi blijft zitten. Precies. Dus dat was een grote vraag waarvan ik echt inderdaad een heel satisfying stuk. Ja. Want als je Saskia volgt op Instagram, dan zie je haar wel eens weggaan bij een opruim. Klus met een auto vol met zakken. Zo, volgens mij was dat gisteren, eergisteren nog of zo. Dat is iedere week. Ja. Ja, week. Maar ik bedoel dat ik het nog zag. Ja. Dan zit haar auto zit gewoon volgestouwd met spullen die ze dan uit je handen neemt. Wat echt super chill is. Andere vraag is dus of je nog online dingen doet. Want kijk, dit is natuurlijk al heftig. Bijvoorbeeld zo'n lijstje is er bijvoorbeeld een makkelijkste instap. Maar jou laten komen is weer een heel grote stap. Ja. Dus of er nog iets tussenin zit wat je doet. Ja, ik geef dus ook online masterclasses. Want inderdaad, het is best wel heftig om iemand in je huis te laten komen om te helpen met opruimen. En ja. Natuurlijk is dat ook duurder. Je moet er maar tijd voor hebben. Maar ik geef dus ook online masterclasses in Zoom. En dan krijg je in anderhalf uur eigenlijk wat ME ook heeft gehad. Maar dan met een groep mensen erbij. Dus dat is eigenlijk een soort tussenoplossing. Bijna iedereen waar ik thuis kom, die zegt, nou ja, wat je nu gaat zien heb je nog nooit gezien. Iedereen denkt altijd dat zijn huis het ergste is. Ja. Maar dat is echt niet zo. Als je ook de reacties op YouTube op de vorige video leest, hoe herkenbaar het voor mensen is van, oh ja, ik zit ook in zo'n situatie, ik heb ook rommel. Alleen dat is al heel fijn om te weten, ik ben niet de enige. Want heeft mij ook geholpen. Ja. Soms lijkt het wel alsof iedereen alles op orde heeft, behalve jij. En dat is gewoon iets wat je los mag laten. Dat is echt niet zo. Nee. Dus nu gaan we echt knallen. Maar een quote op de website van Saskia, die hadden Zico en ik gisteren nog even gekeken. Dat is de mensen die opruimen het, ja, ik weet hem even niet woord voor woord. Dat is Zico, misschien weet hij het nog wel. Weet je het weer? Nee. Mensen die het minst van opruimen houden, besteden er de meeste tijd aan. Dat is zo waar. En zo verschrikkelijk. Ja. Let's go. Gaat ook sowieso gebeuren. Heb je gezien dat jouw nagellak matcht met de katoen? Meid, ik zit helemaal in jou. Hoe noemden we het net ook weer? Vormgeving. Huisstijl.
zit er helemaal in. Ja, ik had deze eraf gebeten van de zenuwen. Dus dit is weer nieuwe nagellak en hier ook. Je ziet hier dat wij glazen en mokken hebben afgestreept. Maar het hele domme was, Hico en ik hebben samen dus mokken gedaan. Dus nu als eerste gaan we glazen doen, zodat deze klopt. En we zijn hier al flink mee bezig. En dit is, ik denk de helft. Dit is gewoon echt een verzameling van niet normaal lang. En nooit doe ik glazen inderdaad echt weg. Denk ik gewoon niet aan. Want ik heb die ruimte voor glazen. Ja, dus dat past. Ja. Ik vond dat het wel gezellig staan. Ja, dat is dan een beetje dan de drinkglazen. Wijn, bier. Waar zijn deze van? Waar zijn wat van? Libby. Oh, het staat erop, ja. Dit zijn echt fijne. Ja, maar deze, dit zijn mijn favoriete glazen. Zijn ze in het groot. Oh. Ja, chill hè? Ja. Dan zijn dit alle glazen. En het stond dus in één kast. En ondertussen wordt er in de keuken gekookt, dus dat kan je horen. Maar dit was dus compleet vol bierglazen, wijnglazen, frisdrank, waterglazen, zeg maar. En het was echt tot de nok gevuld. Want ik keek allemaal glazen die ik nu hier heb staan en was vergeten of whatever. En Zico gaat ons zometeen helpen met de bierglazen. Over de water- en wijnglazen ga ik even bezig. En nu ben ik echt aan het wachten tot jij gaat vragen. Meer of minder? Als je dit zo ziet, voelt het dan als meer dan je dacht, minder of precies goed? Meer dan ik dacht. En zie ik, meer of minder? Veel. Veel meer? Ja, echt veel meer. Echt veel meer. Dat het ook in een kastje past, hè? Bizar, bizar. Ja, en deze staan trouwens hier omdat die eigenlijk in de vaatwasser zaten. Want dat zijn plekken die je dus niet moet vergeten. Want anders dan, ja, is het weer kloten. Dus we hebben echt letterlijk slaapkamers, badkamer, overal gekeken of er nog ergens een glas was. Maar dan gaan we nu bezig met per rij kijken wat er weggaat. Dit is ook een bierglas. Ja, die mag ook weg. Ik voor mij mag echt bijna alles glazen. We zijn allemaal oud en dof aan het worden. Ja. Ik heb deze hele rij eigenlijk. Nou, deze grote allemaal. Die zijn nog stil. Zijn hebben dit ook die... Ja, dat zijn kristallen. Die zijn van mijn opa en oma geweest. Die gebruik ik eigenlijk niet. Maar ja, dan zijn deze mogen eigenlijk voor mij allemaal weg. Alleen er wel nieuwe glazen komen. Ja, die dat glazen mogen echt weg. Ja, maar jij wil altijd alles vervangen. Maar ik denk dat die gewoon nog... Ja, zie ik wel altijd alles nieuw kopen. Dat is ook een lelijke ding, jongen. Ja. Dus deze gaan wij de houden. Ja, want die zijn sentimenteel voor mij. En deze zijn ook een klein beetje sentimenteel, maar dat kan ik niet op YouTube zeggen. Het ging heel erg goed. Toen besefte ik me, ik heb deze 6 nog. En eigenlijk heb ik deze dus nooit in de glazenkast gezet, omdat er geen ruimte was. En ik vind deze geweldig. Dus deze gaan wel meteen door naar de ja, maar dat jullie weten, ik had er dus nog meer. Maar het gaat ook best wel goed. Want er zijn er ook een flink aantal al weg. Ook eigenlijk glaasjes die ik heel erg leuk vind. Maar die zijn dan gewoon net te klein en dan heb je betere, leukere. Maar we zijn, ik denk dat er hier nog wel meer uitgaat. Maar deze gaan nu bij de rest. Dit is ook nog wat er naar de kringloop gaat. Maar dit gaat hier nu bij. Dit is wat we houden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zo meteen in de kast eruit komt te zien. Maar de helft gaat weg en ik ben er heel erg blij mee eigenlijk wel. En we gaan nu even verder met iets anders alvorens we ze terug in de kast zetten. Want Zico kwam met het idee om ze gewoon even allemaal goed door de vaatwasser te doen. Want we hebben ook een paar glazen gewoon weggedaan die echt wat aanslag hebben. Dus dan weten we gewoon zeker dat ze helemaal schoon en goed de kast ingaan. Wat vinden jullie van fasen? Nou. Want daar hebben we het heel vaak over gehad. Oh, ik hoor een nou. Ik heb naar mijn kast gezien. Ja. Op. Je voorraad. Voorraad. Kruidenvoorraadkast. Ja, dat bleef bij eten toch? Ja. Dit zijn onze voorraad kruiden dingetjes. En we gaan dus even beginnen met... Oh, wil je dat daarin doen? Ja. Nee, je bent zo handig. Zetten we even hier. Gaan we er allemaal even eruit halen. En ik denk ook dat we deze flink kunnen schoonmaken. Nog een paar andere op andere plekken? Hier zit een peper en zout stelletje. Oh ja. Dat is echt de allerliefste. Wat leuk. Ever. We hebben heel weinig kruiden, want ik heb laatst al heel veel weggedaan. Dat zal je niet zeggen. Maar ik denk dat dat mijn kruiden zijn. Kijk jongens. Gatsie datsie. Oh. Oh. Haha. Dit ze. Oregano. Dat vind ik ook kruiden. Doe maar op tafel. Maar ik denk dat we hiermee beginnen met wat is er over datum, ja of nee? Oh. Zit er? Oh. Oh. Ik heb nog veel meer troep. In de Louvre-kast zullen wat... Er zullen wat kruidvoorraaddingen zijn, ja. Potje biesleuk. Nieuwe sausen. Hé, hey, heel lekker. Die hebben we laatst gekocht omdat we niet wisten dat we er nog hadden, ja of nee. Hier, dit gaat probleem ook niet meer gebeuren, hè. Want we gaan een hele andere techniek gebruiken met mijn voorraad. Kruidnoten, van waar komen er kruiden?
Oh, ik moest wel maken eigenlijk. Kruidnoten. Dat was hem. Alleen bieslood. Nou, ik ben blij dat ze nog even gekeken hebben. Okay, laten we eerst inderdaad de selectie doen op datum. Is goed. En daarna kijken of we het willen hebben. Ja, want dan hoef je niet eens meer over na te denken. Ja, op zich kan je kruiden best nog wel over datum eten, maar... Ja, een aantal. Maar ja. Ik heb laatst ook iets van 21 weggegooid. Vaak zegt het ook, als het over datum is, dat je het dus niet gebruikt. Ja, die bouillonblokken zijn ook nieuw. Zout ligt miljoenen jaren in de zee, dus dat zal wel goed zijn. Ja. Dan gaan we nu kijken van alles wat dus niet over datum is, wat je wil houden en niet houden. Zet je hier alles wat je wil houden? Ik denk oprecht dat ik alles wel zou houden. Chili vlokken zijn mijn fave. Dragon, wat is dit? Mexicaanse kruiden, currypoeder. Ja, is gewoon handig, dacht ik. Want ja, als je dan vergeet om die HelloFresh te maken, dan bewaar ik het altijd. Zico, kan jij hier nog, want jij maakt vaak sausjes. Wil je daar nog iets mee? Ik kan weg. Oké. Okay. Dus weg, hè? Ja. Ja. Oké, maar dan moet ik echt even iets met venkel maken, venkelzaadjes. Lekker. Lekker doos. Ja, nou, er gaat heel weinig weg. Maar ik wil het alleen nog heel veel niet terugleggen, omdat ik dus de la schoon wil maken. Ja, dat ging goed. Ja, maar gaat er vaak meer weg met kruiden dan? Nou, vaak is er heel veel over datum. Omdat kruiden iets is wat je dan overal een beetje hebt liggen. Ja. Ja, om die reden zijn we op een gegeven moment ook verse kruiden gaan kopen met sommige dingen. Echt heel leuk. Leuk, hè? Die zijn we aan. Nee, die hebben we gekregen met... Geweldig. Vorig jaar kerst of zo, of Sinterklaas. Of... ja, dit gaat er letterlijk weg. Chili vlokken die we al vervangen hadden ook trouwens, was gewoon vergeten. Een paar van die kruidenmixjes en mossel kruidenmix. Dat is alles. En dan zou ik ze dus daarbij leggen en niet in de prullenbak doen. Om straks beter het effect te hebben van wat we bereikt hebben vandaag. Ja, ja, ja. We zijn nu met eten overig en voorraadkast. Nou, omdat wij dat dus op dezelfde plek eigenlijk een beetje hebben, zijn we dat allemaal eruit aan het halen. En dan gaan we het weer onderverdelen. Maar ik merk nu dus dat ik echt vol raak, omdat we dus dit nog hier hebben staan. Dus kijk, het was een keuze van ons om het nog niet in de kast te doen. Dus daar moet ik gewoon ook heel eventjes bij neerleggen of zo hoor. Maar dit ook, als ik dit zie, denk ik echt mijn hemel. Dan vind ik het gewoon heel erg dat hiervan waarschijnlijk wat weggegooid moet worden. En dat is dus ook gewoon omdat ik het niet op orde heb. En dan gebeurt dat. Dus dat vind ik nu, voel ik me dan kut over of zo, dat ik misschien eten weg moet gooien. Jongens, dit is echt verschrikkelijk. Oké. En deze plank is nagenoeg leeg. Er is ook een kaars tevoorschijn gekomen. Hey. Nou, die zijn nog wel goed. Maar rijstpapier is ook eten. Oké, we hebben nu alle voorraad. Ja. En eten en dingen. En jij zei net hierover van dat er waarschijnlijk heel veel dingen over datum zijn. En dat je dat lastig vindt. Ja. Dat je dat hebt laten gebeuren. Ja. Met opruimen zijn we heel vaak streng voor onszelf. Dat ben jij nu eigenlijk ook, want je focust op dat dat gebeurd is en niet op het feit dat je nu aan het opruimen bent. Mocht jij nu ook je eten gaan opruimen, wees dan niet streng voor jezelf dat het zover is gekomen, maar focus erop dat je het nu gaat doen. En dan verandert wel echt de mindset. Ja. Goeie. Maar nu, mijn hemel, gaan we het nog onderverdelen in categorieën, toch? Dus bijvoorbeeld wat ik heel veel heb zijn pasta's. Ja, die gaan sausen we nu... is ook zo'n categorie. Oké, dus we doen sausen, pasta's en... Want als je nu hiermee aan de slag zou moeten, zou dat veel te overweldigend zijn. Ja. We gaan het gewoon even opdelen, net zolang dat het oké voelt. Oké, zullen we dan... Zielig, hè? Ja, Poes denkt de hele tijd, wat gebeurt hier, zeg maar. En Saskia komt ook binnen met een koffer. En zij, haar trigger is koffers. Want dan denkt ze, jullie gaan weg. Maar ik blokkeer gewoon een beetje. Ik ga even mijn camera neerzetten en dan gaan we gewoon eventjes hiermee bezig. Nou ja, deze wil ik houden. Die heb ik laatst eens gekocht met Valentijnsdag. Want toen hebben we geen pasta gegeten. Maar dit is pasta in de vorm van hartjes. Ik bedoel, sorry, dat is geweldig. Deze heb ik ook laatst gekocht. Dat vind ik ook geweldig. Inmiddels ontbijtgranen dingen gehad en nu sauzen. En zoals je ziet gaat het al best wel goed. En we zitten ook echt met onze rug er naartoe. Omdat ik anders het niet trek. Dus nu sauzen. Een van mijn favoriete categorieën, want ik hou van saus. Volgende categorie, olie, witte wijnazijn, balsamicoazijn. Dat... doen we nu. Jongens, we gaan het allemaal even terugzetten. Want het is lekker schoon.
Nou, ik neem aan dat jullie nog wel weten hoe vol het zat. En misschien hebben jullie wel tips en adviezen hoe ik het logischer zou kunnen indelen. Dat geloof ik direct. Maar ik moet hier denk ik nu gewoon weer eventjes aan wennen. En tips zijn altijd welkom. En hier zitten zeg maar onze snijplanken. Maar die zitten nu in de vaat. Maar oh mijn god, wat een ruimte. En mocht je denken, maar er stond net veel meer in de woonkamer. Dat klopt. We hebben nog deze doos. Dat is dus voorraad. En dat komt nog hier, maar we gaan heel even hier de indeling wat verwisselen. We gaan nu verder met fasen en dergelijke, zodat we daarna het netjes kunnen doen. Want we kunnen het nu wel gewoon even hier neerzetten voor tijdelijk, maar dan blijf je bezig. Even kijken, nou, we hebben hier nog staan wekpotten. Folies, aluminium, vershout, bakpapier. Die is heel makkelijk. Dat is één la en die is ook best wel... ze zitten al bij elkaar. En borden en kommen... Die zei je vorige keer dat je alleen nog een doekje door die kast wilde halen, maar dat het verder allemaal goed was. Ja, maar dan kwam ik er eigenlijk achter dat ik nog meer borden in kon. Oh, oké. Okay. Dus nou, dan dacht ik, weet je wat, dan doen we hem toch gewoon nog even driedubbel. Ja, is goed. Weet je wat daar heel goed aan is? Nou? Je had ook kunnen denken, ja, maar dit is wel even goed. Maar je denkt nu juist, ik wil het helemaal doen. Dat is echt goed. Ja, maar dat komt omdat ik moet er gewoon echt beter van worden, zeg maar. Het moet echt beter worden. Dus ik ben er echt een beetje streng dan een beetje voor mezelf, maar op een oké manier, want ik heb er wat aan. Juist. Ja, en dan... Oh ja, wekpotten. Heb je daar... Heb ik dat? Misschien in die Louvre-kast tussen de vazen? Ja, maar daarom wil ik dus heel graag vazen doen. Ja, dat kan. Want ik weet dat hij er niet op stond, op dat eerste drie dingen. Jouw feest? Nou, daar ben ik het alleen maar mee eens. Ja, want we hebben het ook over kaars en kaarshouders gehad. Want daar staat ook een kaars, daar staat kaarsen in. Oké, dit gaat goed. We gaan gewoon nog even door. Nou, vazen staan eigenlijk hier. En dat is ooit heel erg georganiseerd begonnen. Maar zoals je ziet, ik heb er heel erg veel. Maar ik heb door het hele huis. Dus we gaan nu even boven kijken. Want ik heb op mijn kantoor volgens mij ook een vaasje, soort van vaasje. Waar ik gewoon nooit aan... naar omkijk. Maar het is een vaasje. Met... Ja. Oh my. Sico's kantoor. Ja, staat ook. Staat ook, jongens. Deze op een nachtkastje. De wc is met die schuil. Woonkamer is met hier die. En dan deze. Deze, ja. En ik heb nog... meer. Ja, en op zich is eigenlijk in de kast hier... staan ook twee vaasjes. Die moeten er gewoon ook even uit. Ik weet dat ik ze hou, maar dan zie je ook weer beter hoeveel je er hebt. Kijk, dit stond gewoon op mijn nachtkastje. Enorm veel stof. We komen nu wel een beetje in de ME-categorie, hè? Ja, absoluut. Ik net zeggen wekpotten. Maar deze gebruikte ik ook als vaas trouwens. Je ziet ook echt aan dat laagje dat er tot daar water heeft gezeten. Ik heb er links een beetje de potten gezet. Oh, maar zie... Ik heb natuurlijk nog een badkamer beneden. In de badkamer, deco. Deze. Love deco. Deze heb ik ook. Want eigenlijk is mijn goal dat de vazen hier komen. In de bijenkeuken. En dan een paar vazen die ik bijvoorbeeld vaak gebruik. Dat die wel bijvoorbeeld daar staan. Ik weet nog helemaal niet hoe ik het ga doen. Hierachter staat er ook gewoon nog eentje. Godverdorie. Zo hé. Dit is wel even leuk na dat stomme eten. Ik vind het ook heel leuk. Ja. Ik word helemaal blij van. Maar ik merk ook dat ik eigenlijk heel graag mijn huis dus een beetje wil omgooien qua deco. Dat merk ik ook. Okay. Want ik zie dat niet dat ik dat nu ga doen. Maar ik zie zeg maar bijvoorbeeld diegene die ik op mijn nachtkastje had staan. Ja. Ja, die staat er ook al 3 jaar. Dan moet ik die misschien een keertje omwisselen met een ander. Want dan zie ik dat ik hem... Ik denk dat ik hem niet eens meer zie op mijn nachtkastje. Nou, wat jij nu zegt is precies de reden dat je dus alles van zijn vertrouwde plek moet halen als je gaat opruimen. Nou, want als je dat niet doet, dan denk je, oh ja, maar dat staat daar, dat hoort daar, het is oké. Okay. Ja. Omdat je het zo gewend bent. Precies. Een van mijn favorietjes. Kaarsen doe ik niet. Kaarsen en dingen, die is een andere categorie natuurlijk. Die kunnen we hierna wel doen. Ja, want dat is leuk. Okay. Dit zijn allemaal vazen en potjes ook een beetje. Holy shit, en het is nu zo vol. Ik word nu een beetje echt... Het gaat weer richting, ik word gek. Deze hebben we natuurlijk ook, maar omdat er bloemen in zitten... En deze omdat er bloemen in zitten, blijven die wel gewoon nog even staan. En ja, het is veel. Maar ik weet gewoon dat ik dit zo... Dit vind ik echt een hele leuke categorie. En ik zie ook een aantal dingen die weg kunnen. Ik heb een beetje hernieuwde energie of zo. Glazen in de vaatwas te doen, want die vaatwas was klaar. Dus dat scheelt enorm. En ik dacht, ik zet mijn statief even neer. Even iets... Lager gaan jullie nog, zo. Gaan we er even van genieten. Nou, even wat makkelijks. Een paar van mijn favorietjes. Deze vind ik ook heel leuk.
Ja, kijk, deze is eigenlijk zo lelijk als de pest. Maar heeft mijn overgrootoma gemaakt zelf. Mm-hmm. Terwijl ze aan één oog blind is en ander blind was. En aan één oog 25% zag. Deze vind ik echt heel vrolijk. Maar ik heb, denk ik, sinds ik ze heb, hier nooit wat mee gedaan. Dus als iemand even een tip heeft wat ik hier leuk in kan doen. Ja, aardeplantje. Daar moet ik gewoon even naar kijken. En misschien kan ik ze in de zomer wel buiten zetten. Dat dat wel een leuk iets is als ik de tuinwerker doe. Deze gaat weg. Deze gaat weg. Deze vind ik ook nog steeds wel heel erg leuk. Maar ik vind hem, dat lichaam, zeg maar, vind ik ook wel leuk. Maar het is een beetje omdat het zo'n trend was, dat ik het er een beetje zat van ben. Maar ja, kijk. Ook leuk. Ja, ik vind het leuk. Maar ja, het is hetzelfde als met de vorige. Wat ga ik erin doen? Deze vind ik ook leuk. Deze gaat weg. Het kleine kuttingetje was heel grappig. Ik dacht dat het groter was. Ik kwam naar binnen. Toen heb ik die is besteld. Een grote gier gehad. Nou, ik was deze eigenlijk vergeten. Ik wil deze even misschien. Is het een drinkkan eigenlijk? Ja, het is voor rode wijn eigenlijk. Ja. Leuk. Leuk. Die drie zijn eigenlijk allemaal leuk. Mm-hmm. Het is gewoon een categorie waarin ik veel ga halen, maar ik vind het ook veel gewoon leuk. Deze gaat dus op de plank van dingen die naar mensen moeten. Kijken of die er nu al in past. Want deze is van mijn schoonmoeder. Die plank is er namelijk omdat... door mijn hele huis had ik dingen staan van dit moet ooit nog naar iemand. En nu voordat ik wegga naar familie, naar vrienden, naar wat dan ook, kan ik even letterlijk op die plank kijken wat er mee gaat. Nou, ideaal. Zo ben ik allemaal dingen kwijt die heel lang in mijn huis lagen. Even kijken. Oh, moeilijk. Nu wordt het moeilijk. Ik ga even naar mijn makkelijke dingen. Deze vind ik heel leuk. Voor tulpjes in de zomer. Daar ben ik vrolijk van. Hier word ik ook vrolijk van. Hier word ik ook wel vrolijk van. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. Deze mag weg. Die mag weg. Hier, deze vind ik heel leuk met lelies. Hier word ik heel vrolijk van. Zo, dat ik die niet eerder zag. Sorry. Ja, oké. Okay. Deze vindt hem leuk. Die gaat ook even op de misschien. Ja, ik heb een blessure, jongens. nee. Waar ik nu tegenaan loop, misschien kunnen we daarmee is dat ik denk, ik doe nog te weinig weg. Maar ik hou hier gewoon van. Ja, dus ik heb nu ook drie boeketten in mijn woonkamer staan, omdat ik het zo leuk vind. Ja, dus we gaan helemaal niet kijken naar hoeveel gaat er weg, maar naar hoe blij word je van spullen. Ja. En we'll make it work. Precies, ja. Want ik had al drie planken ervoor. Ja. Ik heb ook nu al besloten dat ik het in mijn bijkeuken wil hebben. Dat is gewoon prima. Ja. Oké. Nu ga je weer streng zijn, hoeft helemaal niet. Nee, deze wil ik wel weg. Die is echt oude ME-stijl. Is dit nou precies mijn vibe? Nee, ik vind hem nog wel cute. Hij heeft wat, maar hij heeft het gewoon niet altijd bij zich. Deze ben ik niet meer weg van. Nee. Oh, jammer. Ik zag hem net namelijk. Toen dacht ik, wat een leuke. Die heb ik ook nog. En nu zie je het in het overzicht. En dan denk ik, nee, daar ben ik dus niet zo weg meer van. Vergeleken met wat ik hier heb gezet. Wat een tactiek is dit. Deze vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Deze lijken een beetje op elkaar. Oh, deze is kapot. Oprotten. Deze weg. Hartstikke goed. Ik vind hem nog leuk. Heb ik wel voor een tijdje weer wat op te ruimen. Even kijken. Cute! Eentje hou ik er wel, want het is hetzelfde. Oh, maar deze kleuren heb ik nu al heel veel. Ja, dit gaat goed. Hier zit het prijskaartje nog aan. Ja, dit is nog een beetje zo kitsch. Guilty pleasure. Die vind ik ook leuk. Ik zit ook na te denken, zou ik het opnieuw kopen in de kring? Goeie. Hallo. Moet ik jou houden? Vet is leuk als hier bloemen in staan. Nou, dat is wel het idee ervan. Nee, ja, ik bedoel... ik bedoel het ribbeltje. Vind ik ook wel echt een vette unit. Maar als ik dan kijk naar die zwarte, waar dat boeket in de hoek in staat. Ja, maar kijk om en ik word er niet blij van. Nou, dan moet het niet. Oh, wat erg. Deze was echt mijn pride and joy. Maar ik vind hem zo mooi. Dit is even een maybe'tje. Oh, maar kijk nu naar de maybe's. Deze gaat weg. Deze gaat in de tuin hier met een gat. Ik vind die leuk. Maar ik was vergeten dat er een gat in zat. En nu denk ik, er zat een gat in. Dus ik mag hem wel houden voor mezelf. Die is van Meet. Ja, deze vind ik ook heel schattig. Er zat een cactusje in. Heb ik ooit zoiets kleins? Nee, vind ik het cute enorm. Ga ik er iets mee doen? Ik denk het niet. Jammer. Ja, deze is een beetje vies. Ik vind hem leuk.
Ja, dit is een op Zico's kantoor. Dat vindt Zico wel leuk. Dan moet ik hem niet bij weg. Even kijken. Dit is de voorraadpot. Daar hebben ze, die moeten eigenlijk bij de koffie en thee weer terug. Kijk, hier deed ik ook wel eens fase in. Dat vind ik ook een heel leuk effect hebben. Nou, genieten. Deze hoef ik niet helemaal gaan roesten. Deze. Nee. En pa is vies. Nee. Nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Het gaat niet om aantal, maar ik heb er toch 20 weg. Oké, ik haal er wel 29. Of 30. Oh, en ik heb er nog 3 in mijn woonkamer nog staan. Ik hou er 33. Dan gaat deze. Ja, ik wil hier graag iets voor verzinnen, dat merk ik. En deze wil ik ook weer even schoonmaken. Jee! Dit is toch meer dan wat je net dacht dat er ging gebeuren? Ik dacht, ja, dit is veel meer dan ik dacht. Ja. Het was leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Dit vind ik het allerleukste om op YouTube te kijken. Dat iemand per item helemaal langs gaat wat hij aan het doen is. Oh. Zo rustgevend. Nou, dat is een goeie, want dit gaat er dus allemaal weg. Dit zijn de items die weggaan. Lekker. Wegwezen. Oké, jongens, dit is een andere favorietere categorie van mij. Maar wat zal het zijn, denken jullie? Misschien raad je het niet eens, maar het zijn kaarsen en kaarsenhouders. En deze heb ik nu net eventjes uit de badkamer gepakt. Nou, ik heb natuurlijk een kast dedicated voor mijn kaarsen. Of eigenlijk een plank, want het is onderste gedeelte. Love it. Oké, die gaan we nu even allemaal hier neerzetten. En ik moet ze nu ook even door het rest van het huis verzamelen. Want nou, hier zie je er natuurlijk een paar. En slaapkamer, overal liggen ze. Ik begon met heel stoer met favoriete categorieën. Maar deze categorie stond door heel mijn huis. Kantoor, slaapkamer, badkamer, wc, wc's. Ik heb nog een wc boven. Daar zat er nog één. Oh, wacht even hoor. Oh, ik heb het weer even zwaar, want kijk. Oh, kan je het zien? Dit is een leuke categorie. Nee, ik vind het oprecht, als ik kijk word ik ook wel blij en zo, maar het is echt even veel. Maar dat betekent dus wel dat ik het weer een vaste plek ga geven. Dat het geordend is. Dat ik alleen maar dingen heb die ik heel erg leuk vind. Dat ik even alles weer gezien heb. Komt goed. En mee komt goed. Wat ik nu ook weer merk. Ik zie het ook op beeld. Want ik ben nu aan het klaarzetten van voor het uitzoeken. Maar dat daar mijn vazen nog staan. En hier dus glazen die weg zijn. Dus na het uitzoeken van deze kaarsen. Gaan we even voordat we weer een nieuwe categorie pakken, misschien even weer wat terugzetten. En dat is ook wel bijna aan de orde, want de Louvre-kast is gewoon echt letterlijk bijna leeg. Dus dat is ook wel heel erg fijn. En ik heb natuurlijk een kast dedicated voor mijn kaarsen. Dus ja, nou, ik zet jullie even een stapje naar achter, dan zien we nog meer troep. Maar dan zien we wel alles. En dan ga ik weer. Ja, ik ga gewoon even tussen deze dingen, want ik zie van heel veel dingen waar ik echt blij van word. Deze. Geef anders even aan mij aan waar je echt blij van wordt. Oh, daar niet van. Oh, deze niet? Nee. Oh, okay. Nee. Ja, want ik vind het makkelijker om dus te kijken waar ik niet zo blij van word. Dat is goed. Hè? Deze vind ik eigenlijk best wel leuk, maar is eigenlijk al heel lang kapot. En vind ik dus eigenlijk als ik hem neerzet, denk ik, nee, matig. Dit, zo'n geurdingetje, dat gebruik ik eigenlijk niet. Dat gebruik ik als opslagdingetje. Nou, dat neemt dan wel wat ruimte in beslag misschien. Ja, dit past in mijn oude huis. Mag ik die aangeven? Dankjewel. Ik heb een beetje een saai dingetje, zeg maar. Ik heb leukere dingen. Deze wil ik kijken of Romanussen wil hebben. Die heeft ze altijd leuk gevonden. Ik heb er nog nooit een kaars in gestoken. Dit is eigenlijk mijn vibe niet meer. Deze staat eigenlijk best wel vaak aan. Ik vind hem leuk hoor. Maar ik hoef hem even niet meer. Maar daar ben ik dus weer bang voor dat ik dan spijt ga krijgen. Twijfelstapel? Nee. Oké. Nee, want iedereen, hij staat ook eigenlijk onder mijn tv. Ja. En ik zie hem dus de hele tijd. En ik vind het leuk als er een kaarsje aanstaat en dan vind ik het kaarsje leuk. Hier ben ik weg van. Hier ben ik weg van. Hier ben ik niet weg. Deze weg. Deze vind ik ook wel leuk nog. Maar ik moet heel even kijken. Heb ik nog een andere driepoot? Nee, die had ik toen weggedaan. Ja, daar ben ik blij mee. Hier ben ik weg van. Vind ik leuk. Deze heb ik net herontdekt. Zit in mijn nachtkastje. Dat is dan voor zo'n kaars. Vind ik wel vrolijk. Ik weet alleen niet of ik het echt gebruiken zou. Maar ik word er nu blij van. Deze vind ik leuk. Deze is zwaar. Pas op. Oh, dan heb je dat al gevoeld natuurlijk. Deze wil ik niet. Lachen. Die hoef ik even niet. Ja, lachen. Weet ik even niet. Maar ik ben niet boos omdat ik veel spullen heb. Ik hou van veel. Ik hou hiervan. Ik ben er blij mee. Dus ik ga niet nu me gaan schamen dat ik veel hou. Dus sorry. Maar dat doe ik nu even niet. Ja, deze. Ik vind het leuk hoor, maar
weet het niet meer. Ik heb al jaren niet meer echt neergezet. Even weg. Deze is leuk voor vaccinliefje. Dat is weg, dat is een deksel van een oude kaars. Het is leuk voor in de tuin. Maar ik heb hem volgens mij al een tijdje, dat weet ik niet, ik weet het even niet meer. Deze vind ik leuk. Deze, nee, die vind ik leuk. Leuk. Oh, maar kijk, ik heb er twee. Dat was hem. Ja, deze wist ik even niet. Ja, ik vind hem wel leuk. Het ruikt naar glue. Ja, het ruikt geen alcohol, maar het ruikt naar glue wijn. Ruikt het nog? Niet naar glue wijn. Jawel. Vind je wel? Ja. Oh, dat vind ik niet meer. En hoe lang? Heb je ook glue wijn getrokken? Ja, ik drink het al nog meer niet. Oh, maar vind je glue wijn lekker? Nee. Ja. Die brand ik gewoon vandaag nog op, denk ik. Kijk, mijn kerstkaarsen, die vind ik geniaal. Maar ja, die ga ik nu branden. Maar wil ik dan even bij mijn kerstspullen doen. Is dit zeg maar het enige pak nog? Ja. Van zo'n grote? Ik had tegen Zico gezegd van... Ik ben niet zo vrolijk, ik word vrolijk van kaarsen. Toen had hij 3 van deze pakken gekocht. En ik was hier op de grond. Ja, ik vind op de grond liggen lekker. En ik was een puzzelboekje aan het doen. En ik lag dus tegen de verwarming aan. Was ik in slaap gevallen. En toen kwam toevallig het pakketje binnen. En toen had hij allemaal kaarsen om me heen gedaan. Gewoon omdat die kaarsen voor me had gekomen. Dat ik er blij van word. Dat was dus de periode dat ik in het ziekenhuis revalideerde. Dus toen dacht ik, wat lief. Ja, dus dan heb ik eigenlijk al 2 van deze pakken opgebrand in die tijd. En... ik heb allemaal... Oh, dit is nog één zo'n pak. Dit is... Oh, ja, het leek meer een zak, maar het is omdat hij niet meer vol zit. Ja. Ja. Genieten. Want ja, weet je wat het is, deze kaarsen? Ik denk dat ik als ik nu een beetje kijk, dat ik ze wel hou. Ik denk dat ik die geurdingetjes niet hou, want dat gebruik ik nooit. Ik krijg altijd een beetje hoofdpijn van. Mm-hmm. Zo van die smeltgeurdingen, die hoef ik dan niet. Dus ja, die gaan weg. Kijk, dit zijn van die kaars die ik dan zonde vind om te branden. En hetzelfde geldt voor deze. Moet ik gewoon lekker doen. Moet mij het waarom de F niet. Stiekem vind ik deze ook niet meer leuk. Ik vond ze dus altijd leuk. Maar leuk om te branden. Deze heb ik dus ooit zelf gemaakt. Ja, het is wel naar de Getsver. Die gaat gewoon weg. Deze vind ik eng. Deze heb ik gekregen. Maar ik ben bang dat in 3 seconden en allemaal gaat lopen. Ik haat van die kaars die zo gaan lopen. Dus dat wil ik niet eens achterkomen. Nou, deze is helemaal op eigenlijk. Mm-hmm. Weg. Dat was ook houden, of niet? Dit? Ja, dit ook. Dit is handig, dat gebruik ik nog steeds. Ja. Ik vind het nog wel leuk, maar hij past bij mijn oude huis. Hij past niet meer bij dit huis. Ik ben hier niet zo boos over. Ik vind dit gewoon wel chill. Deze gaat weg. Ja, die heb ik dus echt laatst van mijn vader gekregen. Maar dat is wel voor buiten wel heel erg leuk. Mm-hmm. Maar dit is dan... Ja, deze is niet echt voor buiten bedoeld, volgens mij. Denk ik ook niet. Maar die wel. Ja. En ik vind hem zelf niet zo leuk. Maar ik denk als die dan gewoon buiten staat en staat aan, dat ik er echt blij van word. Ja. Oké, dat is goed. Dit hou ik gewoon. Ja. Hey, lief. Hoi. Welkom. Bij de 2 biggetjes. Welkom, wat hebben we een troep. Nou jongens, heel de Louvre-kast, min dan natuurlijk de schoonmaakspullen en wat we natuurlijk links hadden gedaan vorige keer, is gewoon leeg. Niet normaal, wat chill. Dus nu, want hier stonden dus voorraadspullen, vazen. En hier stond ook bij de vazen wat tupperware, toch nog wat glaswerk, wat kannetjes. Ik kijk even om me heen. Ja, dat een beetje, zeg maar. Oh, en spullen voor de kat. Die stonden dan weer hier. Dat gaat ook wel weer gewoon terug. Maar we gaan er nu dus voor kiezen, op advies van Saskia, om hier dus de vaas te doen. Geen idee hoeveel ik er kwijt kan. Ik heb natuurlijk wel wat weggedaan, maar ook niet zo... Ik heb er meer gehouden natuurlijk. En dan wat... Waar zou jij dan voorraad en cetera doen van eten? We moeten even kijken hoe ver we komen met de vazen. Maar voor de voorraad moet je goed op kunnen kijken. Oh ja, zodat je niet weer krijgt dat het achterin helemaal verdwijnt. Goed punt. Dus we gaan even zien hoe ver we komen. We zijn dus aan het terugzetten. En... ja, het voelt heel onnatuurlijk, omdat ik daar natuurlijk mijn etenswaar had staan. Ja. Dus het is nu even wennen nog. Snap ik. Maar... nu kan je wel alles zien. Ja. Dat scheelt wel. Ja. Ja. Ik kijk even naar jou. En je? Ja. Ja.
Oké. 9 plus. Dank u, dank u. Horen we graag. Wat zat hier nou nog meer wat we wel al hebben uitgezocht? Bakjes. Oh ja, ik heb wat Tupperware-achtige dingen. Die stonden al. Stonden die nou hier of stonden die hier? Die stonden hier, maar okay. Misschien moeten ze wel hier als een soort la. Eigenlijk in part 1 ook al mijn Tupperware weggegooid. Omdat ik, nou, ik denk van zeg maar alle Tupperware dat ik had, was nog maar 3 bijpassende dingen. Dus ik moet nog even een keer goede kopen die dan perfect zijn. Dus daar moet ik even naar kijken. Dus daar moet ik even ruimte voor bewaren. Ik denk dat hier dan uiteindelijk 2 bakken met plastic bakjes komen. Hier, en hier even. Voorraad. Ja. Oké, dan ga ik dat nu terugzetten. Deze is het hoogst. Dit is nu de voorraad. We hebben er dus voor gekozen om die lange dingen gewoon op hun zij te laten liggen. Want ik zal je eventjes my point of view laten zien. Dan hou ik je even langs mijn ogen. Als ik nu zo naar beneden kijk. Ik zie gewoon alles heel goed. Ik denk dus echt dat we heel veel ruimte ook nog over hebben. Want dit staat natuurlijk ook een stuk ruimer. Dit staat een stuk ruimer. Dit niet normaal. Dus we gaan laatste dingen terugzetten doen. Klaar. Weg. In alle chaos zijn we niet vergeten om te strepen. Maar wat is nu het gevolg van vandaag? Tadaa! Die 3 dingen hebben we dus gedaan. Nu is het wel zo dat er natuurlijk stippellijntjes zijn. En bij servies en bestek. Want misschien is dat wel mijn favoriete categorie. Ik weet mijn god niet wat mijn favoriete categorie nou eigenlijk is. Want ik verander de hele tijd. Zijn natuurlijk mijn bakjes. Mijn kleine bakjes, mijn tapas dingetjes, mijn geweldige dingen. Die ga ik dus invullen op de stippellijn. Gaan we niet meer doen, hè? Nee, het is klaar. Nee, ik heb eigenlijk al 4 keer gezegd. Ik ben eigenlijk al klaar. Ik ben eigenlijk wel klaar. Maar we hadden dus voor ogen om die 3 dingen te doen. We hebben daarnaast dus nog kaarsenhouders gedaan, vazen gedaan. En trouwens, iedere keer de vraag van Saskia: meer of minder dan je denkt, dat was echt veel meer. Ontspan, niet alles. Ontspan. Ja, ik kan niet ontspannen als ik dit zie, dat merk ik een beetje. Dan ben je echt weg, hè? Dat is fijn. Het gaat weg. Ja, het gaat weg. Jongens, dit allemaal gaat weg. Ja. Ik wist even niet hoe ik dit stukje moest beginnen. Maar dit gaat er dus al weg. En een deel van wat je ziet. Er zijn een aantal dingen net weggegaan. Zie ik heeft een aantal dingen weggebracht. Saskia heeft een enkel dingetje eventjes meegenomen. Want ja, het gaat toch weg. En geweldig. Deze part 2. Ik ben weer helemaal blij. Ik denk dat dit een mega lange video is geworden. Maar er is zoveel gebeurd. En we zijn nog niet klaar, dus er komt een part 3. We hebben weer een nieuwe afspraak ingepland. Mocht je dit ook willen, je kan Saskia dus inhuren. En wat we dus in het begin zeiden, dat ze eigenlijk normaal gesproken dingen meeneemt. Tussen mij en Saskia is dit een samenwerking. Dus kijk, natuurlijk kon ze het allemaal meenemen. Maar ik voelde me een beetje bezwaard. Als je er inhuurt, dan doet ze dat. Dan gaat ze zeg maar echt de kringloopspulletjes, dan gaat ze allemaal lekker meenemen. Dus no worries. Mocht je denken, ik wil zo'n invullijst, die kan je dus downloaden. Mocht je zeggen, ik wil dat Saskia langskomt, dat kan dus ook. Maar daartussenin doet ze dus ook. Sla deze data op, want dat is precies ertussenin. Even online uitleg krijgen, tips krijgen. Het is gewoon geweldig, dus zeker een aanrader. En mocht je tot hier zijn gekomen, dan moeten we het even hebben over mijn categorie fasen. Dus dat je even het woord fasen achterzet. Want ik denk dat dat toch even mijn favoriete categorie van de dag was. Waarbij het echt gewoon heel erg goed gegaan. Waar ik heel erg blij mee ben. Dus fasen. Bedankt voor het kijken en tot vlogs, andere video's, maar natuurlijk ook part 3. En nu gaat dit. Oké. Ik wou helemaal. De bedoeling was dat ik helemaal precies op hetzelfde plekje terugkwam, whatever. Maar ik moet opschieten. Dus we zijn langer doorgegaan dan ik even had gedacht. Maar het staat dus als vuilnis, kringloop, dat allemaal. En sporten. Ik ga nu sporten.